Goedemiddag, welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is maandagmiddag en ik ga Rea nu van school halen. Hij gaat tussen de middag altijd even een broodje eten op maandag, gewoon lekker thuis. En dan straks weer even naar de winkel, webshop bestellingen verwerken. Het is echt heerlijk weer, dus ik ga nu even lekker wandelen naar school. Dan moet ik eens naar school. We gaan weer terug naar school lopen, hè? Ja. Gezellig. Doei. Doei. Nou, ik ben inmiddels dus aangekomen in de winkel en ik ben nog een stukje weekvlog aan het afmonteren en daar dan ook apart Facebook clipje en Instagram clipje voor aan het maken. Dat maak ik altijd even apart. En dan gaat mijn zus die morgen weer altijd op dinsdag allemaal voorbereiden voor de social media. En dan plaatst zij alles online voor onze Facebook en Instagram en ook op YouTube zet zij dan alles met alle teksten en alle tags. En verder ben ik ook nog wat administratieve taken aan het uitvoeren. En een actie aan het voorbereiden, want aankomende vrijdag is het Koningsdag. En daar willen wij dus nog een actie aan koppelen voor de winkel, dus een kortingsactie. Dus die gaat ook deze week lopen. Dus zo hebben we genoeg te doen. Zo, dat was een productief middagje. En nu ga ik Rea ophalen bij mijn gastouder. Zo, we zijn nu bij mijn gastouder. Dit is tante Fenske. Ja, hè? Hé, Rea. We gaan samen een keertje. Ja, zijn jullie ook een keertje op de vlog, hè? Ja. En tante Fenske die is al mijn gastouder sinds Rean 3 maanden was. Dus ja. Toen ik weer ging werken. Ja. Dus Rean die komt al bij tante Fenske sinds hij dus al zo klein was. En we zijn echt heel blij met tante Fenske. Ja, wij zijn heel blij met Rean. Ja, 1 tot 2 keer per week komt hij hier zo. Nu dan meestal naar school, maar vroeger eigenlijk gewoon hele dagen. Ja. Ja. En nu ook in de vakantie soms ook nog wel eens een hele dag. He? En tante Fenske is zo flexibel, dus dat is super fijn voor ons. Dus als het een keer nodig is om op een andere dag te komen, dan is dat meestal wel mogelijk. Ja, meestal lukt het wel. Ja, meestal lukt het wel, hè. En ze heeft ook nog andere kinderen, dus dat is ook wel leuk. Dan kan Rean ook nog met andere kindjes spelen. Met wie heb je gespeeld vandaag? Nou, ik heb met Ola gespeeld. Ja, Ola, maar hier, dat is op school, maar bij tante Fenske? Met wie heb je vandaag hier gespeeld? Femke. Femke, ja. Dan gingen jullie op reis, hè? En morgen komt Tijmen. Ja, oh. Nee, Tijmen niet. Ja. Morgen komt Femke ook. En Kate. En Kate. Ja, en dat... Kiara. Oh. En Jada. Allemaal vriendinnetjes. Gezellig. Allemaal vriendinnetjes. Ja? Gezellig, hè? Altijd op vrijdag. Ja, soms. Soms op woensdag. Ja? Ja. Nou ja, Rean is hier dus meestal op maandag en dinsdag. Ja. Dus lekker altijd even spelen met de andere kindjes. Donderdag gaat hij naar open oma. Ja, donderdag gaat hij inderdaad naar open oma. Ja. Nou, wij gaan zo lekker naar huis. En ik denk dat tante Fenske vandaag naar de Tupperware moet, hè? Want tante Fenske verkoopt nog Tupperware. Ja. Nou, we gaan, hè, Rean? Ja. Oké. Nou, tot morgen weer. Doei. Nou, de kindjes liggen lekker op bed. En het is nog lekker licht. En ook lekker temperatuurtje. Dus ik ga er weer tegenaan. Wow, gaat echt goed. Ik ben echt niet ontevreden. Want hoe het vooruit is gegaan in een paar weken. Dus nou, de 8 van Apeldoorn is dus pas over 10 maanden. Dus ik heb goede hoop dat het gaat lukken. En ik heb de Zielsverwant podcast helemaal afgeluisterd van Ilko de Boer en Dolly. Dat zijn 3 afleveringen van in totaal... Ik geloof iets tussen de 7 en 8 uur, dus echt heel lang. Maar zeker de moeite waard. Een aanrader, als je wil laten inspireren als ondernemer. Ik heb geluisterd tijdens hardlooptrainingen en in de auto en sta ook regelmatig in de file. Dus ja, dan vloog het zo voorbij. Dus een aanrader. Het is dinsdag, dus ik ben in de winkel. En ik heb lekker wat webshopbestellingen te verwerken, want we hebben een Koningsdagactie deze week. 25% korting. Alleen als je de weekvlog bekijkt, dan heb je er niet zoveel meer aan. Want we zetten altijd pas de dinsdag daarna de weekvlog online. Dus dan is de actie al afgelopen. En we hebben er niet vorige week aan gedacht om het in de weekvlog te zeggen. Dus dat was een beetje dom van ons. Maar goed, dat weten we voor de volgende keer. Dat we de actie, als we het in de weekvlog willen zetten, eigenlijk een week eerder moeten zeggen. Maar goed, er komen vast nog wel andere acties aan. En we gaan misschien wel nog wat met Moederdag doen. Dus wie weet... ik heb nog wel wat leuks om te laten zien, want we hebben nieuwe doeken binnengekregen van Eden en Nee. Kijk, deze hebben we op het moment.
zijn niet allemaal nieuw hoor. Sommige hadden we al. Er zitten ook bamboedoeken bij. Die van nature nog net iets zachter zijn. Maar ook die katoenen zijn heel zacht. Eigenlijk bij elke wasbeurt worden ze weer zachter. En deze vier hebben we sowieso nieuw. Die hebben we nog niet eerder gehad. Voor meisjes met een soort vlindertje, hartje, sterretje en bloemetje. En deze is ook heel populair en heel mooi. Het is een giraf. Ja, we hadden eerst altijd gewoon deze van de giraf. Deze. Maar deze is ook erg mooi. Maar die is zo in een doosje een beetje moeilijk te zien hoe die eruit ziet. Dus ik kan het beter even in het boekje laten zien. Kijk, hier zie je die doek. Het zijn een paar grote giraffen. Echt heel mooi. Ja, jullie zullen het misschien wel weten. Ze zijn allemaal 1,20 bij 1,20. En je kunt ze echt voor van alles gebruiken. En ik heb hier ook een kaart waar alle verschillende functionaliteiten op staan. Je kan ze namelijk gebruiken om de kleine mee in te bakeren. Wat veel mensen doen. Dan is de katoenen wel iets geschikter dan de bamboeversie. Maar verder wordt het ook gebruikt als een soort spuugdoek. Of om je baby op te leggen. Ook voor het verschonen. En je kan de baby ermee toedekken als een soort lakentje. Maar het wordt ook heel veel gebruikt als handdoek. Wij gebruiken het nog steeds voor onze peuters en kleuters als handdoek. Want het neemt heel veel vocht op. Dus handig voor naar het badje. Maar ook bijvoorbeeld om mee te nemen naar het strand. Dus het is een hele fijne doek. En heel goed cadeautje. Daar zijn mensen ook heel blij mee met de kraamvisite. Omdat je er ook echt jaren plezier van kan hebben. Zijn om en nabij de €20. Het is woensdagochtend en we gaan even naar het consultatiebureau voor Jona. Even kijken hoe lang je bent en hoeveel je weegt. En eigenlijk gaat het heel goed met Jona, maar hij praat eigenlijk niet zoveel. Tenminste, hij kletst heel veel, maar we verstaan het meeste nog niet. Dus hij kan niet zo heel veel woordjes, dus we zijn benieuwd wat ze daarover zeggen, of ze tips hebben. Maar verder hebben we eigenlijk geen bijzonderheden. En we gaan even met papa. Die gaat even mee. Ja? Ja. Even naar de dokter. We zijn dus bij het consultatiebureau geweest en het klopt. Ze vond eigenlijk ook wel dat Jona best weinig praat. Hij zegt eigenlijk nog niet echt twee woordjes zoals papa mee en mama kijk. Dat doet hij eigenlijk nog helemaal niet. Dus we hebben allerlei tips gekregen. Onder andere door echt ja, eigenlijk alles te benoemen wat we doen. En als we iets willen dat hij pakt om het echt gewoon te benoemen en niet ernaar te wijzen. Om te kijken of hij het ook echt goed begrijpt. En niet dat hij het alleen maar pakt of gaat doen omdat wij ernaar wijzen. Dus echt kijken of hij het non-verbale meer oppakt of het verbale. Dus we gaan even met die tips aan de slag. In ieder geval 2 maanden kijken of we vooruitgang zien. En anders kunnen we altijd nog wel meer tips vragen. Maar goed, ze vond het eigenlijk ook niet heel gek voor deze leeftijd. Ja, kijk, sommige kinderen praten wel meer, maar die blijven andere dingen meer achter. En ze vond hem in zijn fijne motoriek eigenlijk echt al heel goed. Dus, nou ja, we zien het wel. En verder was ik eigenlijk best wel een beetje verbaasd dat hij in groei wat afgebogen was. Had ik eigenlijk niet verwacht, want het is best wel een vreedzakje. En vooral een hele erge snoepkont. Maar goed, hij mag best wel, net als Vee... Toen ze nog wat jonger was, echt wel wat meer vet en wat vollere producten. Dus gaan we even proberen. Dus nou, en nu ben ik thuis aan het werk. Normaal werk ik niet op woensdag, maar ik heb nu een thuiswerkdagje ingepland. Omdat ik vrijdag niet werk, want dan is het natuurlijk Koningsdag en dan is de winkel gesloten. Dus dan hebben we ook geen oppas nodig en dat heb ik gedaan met vandaag. Dus ik ga allerlei dingen doen vandaag. Gelukkig, het is Koningsavond en wij zijn eventjes in de stad aan het lopen met mijn ouders. Ik ben even een frietje aan het eten, is dat lekker schat? Ja. Ja? Super. Hey Jan, is het leuk? Ja. Vind je het leuk? Waar ben je nou op zoek? Ja. Ik
Spider-Man. Wat heb je nou net gevonden, uiteindelijk? Wow. Sommige boekjes, hè? Ja. Boekjes van? Van iemand Sam. En van? En van Kikker. Ook nog eentje van Kikker, dat is leuk. Kunnen we weer eventjes verhaaltjes voorlezen, hè? Wij gaan niets meer doen deze Prinsennacht, zoals die in Apel wordt genoemd. Maar ik rij wel eventjes heen en weer naar Capelle aan de IJssel. Want een van mijn beste vriendinnetjes, Marieke, die is jarig vandaag en die viert het vanavond. Dus daar ga ik gezellig even heen. Zo, ik ben weer thuis. Ik wilde eigenlijk heel even een paar seconden de jarig op de vlog, maar ik ben het gewoon helemaal vergeten. Ik heb echt een heel gezellige avond gehad. Ik heb eigenlijk de hele avond met een vriendin van Marieke staan kletsen, die ook ondernemer is. Echt een heel leuk gesprek gehad. En nu is het echt al super laat, of vroeger eigenlijk. Het is echt bijna 2:30. En normaal gesproken ga ik op Koningsdag met een paar meiden hier in Apeldoorn echt diehard vroeg naar de kleedjesmarkt. Echt al tussen 7:30 en 8:00 in de stad. En dan gaan we zonder onze gezinnen en die komen dan later. Maar het vinden we echt heel leuk om zo vroeg al hele leuke dingen voor hele mooie prijsjes te scoren. Maar goed, ik denk dat ik dit jaar ga overslaan. En dat ik gewoon wat later samen met gezinnen op pad ga. Wij gaan dit jaar naar Elst. En daar hebben we met vrienden afgesproken. En mijn zus komt ook. Maar goed. Nu ben ik echt super moe. Dus ik ga gauw mijn bed in. Het is zaterdag 27 april en het is vandaag... Koningsdag! Koningsdag! Ja, zijn we er klaar voor? Ja! Ja, en we gaan vandaag naar Elst. En daar hebben we afgesproken met Glenn, vriend van Pet, en zijn broertje, en mijn zus. En mijn neef! Ja, en hoe heet hij? Rejan. We gaan er een gezellige dag van maken. Hebben wij wat lekkers, Vee? Neem een hapje. Mmm. Is jij dat ook? Ja, hè? Een hapje? Lekker. Is het lekker, Sven? Super lekker. Lekker. Heeft jij wel of niet? Oh ja, hier heb je ook zo. Hoe vonden jullie het vandaag? Goed! Vinden jullie het leuk? Ja. Rea, vond je het ook leuk? Ja? Doe je nou papa na? Ja! Even hikken!
Hey, wat vond je het leukst? De kermis? Het leukste is eentjes langer dat ik een mooi cadeautje kreeg. Oh ja. Deze. Ja. Deze. Kan je die niet krijgen? Tante Meel. Tante Meel? Die kan goed grijpen, hè? Op de kermis. Ja, hè? Nou, zeg nog even dankjewel. 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 Slaap lekker. Slaap lekker. Oké, okay, slaap lekker. Het is zaterdagochtend en we hebben echt een heerlijke Koningsdag gehad gisteren. En nu zit ik alweer in de auto. Ik ga even boodschapjes doen. En we gaan vandaag nog naar een verjaardagsfeestje van een van de zoontjes van een van mijn vriendinnen. Ik ga nu even boodschappen doen omdat morgen ook weer vrienden langskomen. De mannen gaan even de schutting fixen nog van de storm. En dan komen ze lekker bij ons lunchen, ook met de kids. Goedemiddag, we zijn in Monkey Town, hè Raya? Op het feestje van? Van Genie. DJ. En ik ben in de winkel en ik wil jullie wat nieuws laten zien. Want van de week kwam er een hele leuke dame bij mij in de winkel, Wendy. En zij heeft een nieuw product op de markt gebracht. Haar merk heet Bully Originals. En haar product is een Swaddle Wrap. En dat is een heel goed inbakenproduct. Kijk, dit is hem. En volgens mij komt de kleur niet helemaal goed over. Maar het is een hele mooie kleur groen. Een soort mintgroen. En hij komt in dit mooie doosje, cadeauverpakking. En zoals jullie zien is hij er ook in het blauw en in het roze. Ik zal hem wel even aan jullie laten zien. Er komt nog een officiële instructievideo aan van Bully zelf. Maar ik vind het wel even leuk om te laten zien. Ik heb hem even opengemaakt. Het is dus een inbakenproduct met het comfort van een slaapzakje. Het is gemaakt van een zomerjoggingstof, waardoor het niet te warm wordt. En ik zal hem even omhoog houden, zodat jullie het misschien goed kunnen zien. Er zit een soort van broekje in. En deze is adjustable, dus hij is aanpasbaar aan hoe groot de baby is. En daardoor kan je hem eigenlijk de gehele inbakenperiode gebruiken. En hem gewoon aanpassen aan hoe groot de baby is. Want het broekje, dat zit met klittenband vast. En dat is gewoon helemaal te verplaatsen. Nou, dit is een soort van flap. Die doe je open en hier leg je de baby in. En de flap gaat over de buik en onder de oksel door. En dan maak je het broekje vast met het klittenband. En nou ja, dat houdt de baby op zijn plek. Die kan dus niet naar beneden zakken, het slaapzakje in. En wat je dan eerst doet is de rechterarm van de baby langs het lichaam leggen. En dan dit klittenband vastmaken. Nou, het is het wolkje klittenband en het is een heel zacht klittenband. Dat maak je vast. En dan pak je de linkerarm van de baby. Die leg je ook naast het lichaam. En dan maak je de andere klittenband. Dat is het hartje. Die maak je vast. En dan kan je hem dichtmaken met de ritssluiting. Heel simpel. En je kan ook nog het strikje vastmaken. En eigenlijk heeft hij dus alle kenmerken die een goed inbakenproduct moet bevatten, namelijk het houdt de armpjes tegen het lijf. Hè. Het kindje kan nog wel bewegen, maar het zal zichzelf waarschijnlijk niet wakker slaan. En daardoor zal een baby rustiger slapen, omdat die armpjes niet steeds in het gezicht zitten. Het houdt de baby op zijn plek, dus het kan niet naar beneden zakken door het broekje. En hier zo bij de heupen is het niet heel strak ingebakerd. En dat is eigenlijk niet goed bij een inbakenproduct. Hierzo heeft het nog voldoende bewegingsvrijheid. En daardoor heeft het Nationaal Instituut voor Heupdysplasie dit product goedgekeurd. Dus al met al een heel goed product. Het lijkt mij een heel fijn product. Ik ben zelf best wel pro-inbaker. Ik heb beide kindjes ingebakerd.
Maar dit lijkt me een makkelijk te gebruiken en mooi product. Deze sweating wrap van Boelie kost €69,95. En zoals ik al zei, dan kun je hem de gehele inwerkperiode gebruiken. Hij is dus verkrijgbaar bij ons in de winkel en in de webshop. En ik hoop dat als je hem aanschaft, dat je baby lekker rustig slaapt. En dat je er zelf ook profijt van hebt, dat je goede nachten hebt. Morgen, het is zondagochtend en ik ben alweer druk aan het koken. Zometeen komen er lekker vrienden over de vloer. De mannen gaan dan helpen met de schutting, want met de storm is die er dus uitgevlogen, zoals ik gisteren ook al vertelde. Dus dat gaan ze vanmiddag even fixen. Dat is heel erg fijn. En in return zou ik dus even een lekkere lunch maken. Dus daar ben ik nu druk mee bezig. Is lekker, Hanneke? Ja, het is echt wel lekker. Ja. Heerlijk. Lekker? Ja. Zet het ook lekker? Ja. Toppie. Nou, de mannen zijn druk om de schutting te plaatsen. Wat zeg jij, Rio? We hebben. En ze zijn al bijna klaar, hè? In de waterpassen. Zo, de schutting zit er helemaal in. En ze hebben ook eventjes de trampoline gefixt. Dus dat is echt super fijn. Kan Rian weer lekker springen. Ze zitten weer op en de schutting zit er weer helemaal in. Echt super fijn. Dus de mannen hebben goed werk gedaan. Dus nou, ik ben alweer aan het voorbereiden. Ik ga natuurlijk zo meteen weer naar het zwembad. Zoals elke zondagavond, zelfs ook in de meivakantie. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken weer naar onze vlog deze week. En mocht je nog niet geabonneerd zijn, abonneer dan op ons kanaal. Dat zouden we heel erg leuk vinden. En dan weer tot de volgende keer.